How long are you going to keep living a wild, foolish life here in Amsterdam? Hoe lang blijf je nog een wild, dwaas leven leiden hier in Amsterdam? How long are you going to keep partying and drinking and living together not married? Hoe lang blijf je nog feesten en drinken en samenleven zonder getrouwd te zijn? How long are you going to keep lying and swearing and fornicating and living an adulterous lifestyle? Hoe lang blijf je nog vloeken en liegen en in een hoerderij leven? You have to choose. Je hoort te kiezen. Between heaven and hell. Tussen hemel en de hel. Between God and Satan. Tussen God en Satan. You got to exchange your life to take on the life of God. Je moet je eigen leven inruilen om het leven van God aan te nemen. Living a life of sin is a very easy life to live. Het leven van de zonde leven is een heel makkelijk leven. Living a life to please God is a very complicated life to live. Een leven leiden waar God tevreden mee is een heel moeilijk leven om te leiden. God took all excuses out of the earth. God heeft alle excuses uit de aarde gehaald. So he was manifested in the flesh. En hij was gemanifesteerd in het vlees. Put on a body of flesh and blood. Een lichaam aangedaan van vlees en bloed. And the flesh and blood was called the Son of God. En het vlees en bloed werd genaamd de Zoon van God. Use that flesh and blood body as an example. Gebruikende dat vlees en bloed als een voorbeeld. As a pattern of good works. Als een patroon van goede werken. To show you and I how to live right. Om jou en mij te laten zien hoe we moeten leven. And then spoke in the scriptures, choose ye this day. En daarna in de geschriften zeggen, kiest heden deze dag. Whom you going to serve. Wie gij dienen zult. If God be God, serve him. But if the devil be God, serve him. Als de God God is, dien hem. En als de duivel God is, dien hem. Amsterdam, you got a choice to make. Amsterdam, je hebt een keuze om te maken. Either you going to choose God or choose Satan. Of je gaat voor God kiezen of je kiest voor Satan. If you want life, choose God. Als je leven wilt, kies God. If you want death, then choose the devil. Als je voor de dood wil gaan, kies de duivel. I encourage you to choose God's way of holiness. Ik moedig je aan, kies de weg van God, de weg van heiligheid. Holy means God wants you to live according to his precepts. Heilig betekent dat God je wil dat je een leven leidt naar zijn voorschriften. God wants you to live according to his standard. God wil dat je een leven leidt naar zijn standaard. God wants you to live according to his teaching. God wil dat je leeft naar zijn leer. And when you live according to God's teaching. En wanneer je leeft naar Gods leer. You have to surrender your will. Dan hoor je je wil te overgeven. Surrender that which you love to do that's against God. Overgeven dat wat je wilt om te doen wat tegen God ingaat. Woman that you're living with, the man that you're living with that's not your husband nor your wife. De vrouw waarmee je leeft of de man waarmee je samenwoont die niet jouw echtgenoot is. You're gonna have to give them up. Je moet het opgeven. The drinking and gambling that you're doing, still claiming you're a Christian. Je drinken en het gokken wat je doet en je claimt nog steeds een christen te zijn. You're gonna have to give that up. Je moet dat ook dat opgeven. The fake religion that you've been in that never been found in the Bible. Een neppe religie waar je in zit wat nooit gevonden is in de Bijbel. Like the Baptist. Zoals de Baptisten. Methodist. Methodist. Presbyterian. Presbyterian. Lutheran. Lutheraan. Non-denominational. Non-denominational. Pentecostal. Pinkstergemeente. Mormon. Mormonen. Muslim. Moslims. 5%ers. 5%. Whatever you call yourself. Hoe je jezelf ook noemt. Come back to Bible. Kom terug naar de Bijbel. And do what the Bible say do. En doe wat de Bijbel zegt je te doen. And you are supposed to be what God is. En jij hoort te zijn wat God is. God is holy. God is heilig. He, you supposed to be holy. En jij hoort heilig te zijn. You're not supposed to be nothing opposite from what the word of God says. Je hoort niks anders te zijn dan wat er in het woord staat. So the scripture says in the 6th chapter of the book of Romans in verse 1 again. In het boek Romeinen hoofdstuk 6 vers 1. What shall we say then? Shall we continue in sin that grace may abound? Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven opdat de genade te meerder worden? God forbid, how shall we that are dead to sin live any longer therein? Dat zij verre, wij die der zonde gestorven zijn, hoe zullen wij nog in dezelfde leven? Know ye not that so many of us as were baptized into Jesus Christ were baptized into his death? Of weet gij niet dat zoveel als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, bij in zijn dood gedoopt zijn? Verse 4, therefore we are buried with him by baptism into death. Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood. Now, what do you mean we are buried with him by baptism into death? Hoe bedoel je, we zijn met hem begraven door de doop in de dood? You know, in the Catholic Church, the Protestant Church, the Episcopalian and the Presbyterian. In de katholieke kerk, de protestantse en de Episcopalian. They don't bury you in full baptism. Je begraaf je niet in de doop. In other words, your whole body don't go in water in the man-made religion.
In andere woorden, je hele lichaam gaat niet onder water in de menselijke religie. They just sprinkle you. Ze besprenkelen je alleen. For baptism. Voor het doop. And I know here in Europe. En ik weet hier in Europa. Full of sprinkling Christians. Vol met besprenkelde christenen. Now think of it. Denk eraan. God willing, next week we'll be in Italy. Met Gods wil, volgende week zijn we in Italië. Not that far from St. Peter's. Niet ver weg van St. Peter's. Think of all the millions of Catholics that were baptized wrong. Denk aan alle miljoenen katholieken die verkeerd gedoopt zijn. Nowhere in the scriptures does it teach to be sprinkled for baptism at all. Nergens in de geschriften leert het om het te besprenkelen met de doop. Are you one of those people here that was sprinkled as a child? Zijn jullie een van die mensen hier die besprenkeld zijn als een kind? Are you one of those people that was sprinkled as an adult and thought you were baptized? Ben je een van degenen die besprenkeld is als een volwassene en gedacht dat je gedoopt was? Look closely at the scriptures in Romans 6 and 4. Kijk goed naar de geschrift in Romeinen 6 vers 4. The apostle plainly says, therefore we are buried with him by baptism into death. Apostel Paulus zegt, wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood. You know, when you're baptized in water in the name of Jesus Christ. Wanneer je gedoopt wordt in water in de naam van Jezus Christus. That body of water is like a grave. Dat water is als een graf. You know, when you bury a body in the grave. Wanneer je een lichaam begraaft in een graf. The whole body has to be covered. Het hele lichaam hoort bedekt te zijn. That's the way it is in baptism in water. Dat is zoals het is in het doop in water. Your whole body has to go down in water in the name of the Lord Jesus. Je hele lichaam hoort onder water te gaan in de naam van de Heer Jezus. Amsterdam, how were you baptized? Amsterdam, hoe ben je gedoopt? Where were you baptized? Waar ben je gedoopt? What religion baptized you? Welke religie heeft je gedoopt? Come back to the Bible and see are you really a born again Christian like you've been claiming. Kom terug naar de Bijbel en zie. Then opened he the understanding of the apostles that they might understand the scriptures. Toen opende hij het verstand van de apostelen opdat ze de geschriften konden verstaan. Now if the preachers here in Amsterdam and throughout Europe and the rest of the world. Nou als de predikanten hier in Amsterdam en in Europa en de rest van de wereld. If the Lord would have opened up their understanding. Als de Heer hun verstand had geopend. That they might understand the same scriptures. Opdat ze dezelfde geschriften kunnen verstaan. Then everybody would be baptized the right way. Dan zou iedereen op de juiste manier gedoopt zijn. There is no reason to have all these different religions and churches in the world. Er is geen reden om al verschillende kerken en religies te hebben in de wereld. Don't you know anything about the Bible? Weet je niet iets over de Bijbel? Jesus said, "Upon this rock I'll build my church." Jezus zei, op deze rots zal ik mijn gemeente bouwen. Jesus had never said, "I'm going to start churches, more than one church." Jezus zei nooit, ik ga gemeente bouwen, meer dan één gemeente. Jesus started one church. Jezus begon één kerk. One people. Eén volk. One truth. Eén waarheid. One gospel. Eén evangelie. One doctrine. Eén leer. One way to be right. Eén weg om juist te zijn. All these variety of ways man started. Al deze variabele wegen, de mens heeft ze gestart. Glory to God, and we come all through Europe to bring you God ways. En we komen door de hele Europa heen om je God leer te brengen. Now Amsterdam, you've been in your religion too long.
Amsterdam, je bent te lang in je religie geweest. And you that are watching, you've been in your religion too long. En jullie die kijken, jullie zitten te lang in jullie religie. You have heard me say over the air, moreover, come back to the Bible. Je hebt me meerdere keren over de air gehoord, kom terug naar de Bijbel. When you come back to the Bible, you come back to the truth. Wanneer je terugkomt naar de Bijbel, kom je terug naar de waarheid. When you come back to the truth, you come back to God. Wanneer je terugkomt naar de waarheid, kom je terug naar God. When you come back to God, you come back to what is right. Als je terugkomt naar God, kom je terug naar dat wat juist is. I'm encouraging the whole world, come back to God. Ik moedig de hele wereld aan, kom terug naar God. Hallelujah, glory to God. When you come back to God, you will do what He said do, how He said do it. Als je terugkomt naar God, doe je wat God zegt, hoe je het moet doen en hoe je het moet doen. Never mind the prosperity preachers. Denk niet aan de prosperity preachers. Forget them. Vergeet ze. If you want to prosper, be holy. Als je goed wil doen, wees heilig. What is true prosperity? Wat is ware voorspoed? It's not money. Het is niet geld. It's not land. Het is niet land. It's not houses. Het zijn geen huizen. It's not cars. Het zijn geen auto's. True prosperity is when you obey God. Ware voorspoed is als je God gehoorzaamt. And you get the wisdom and the knowledge and the understanding of God. En je krijgt de wijsheid, de kennis en de leer van God. Glory to God. Let's go back to 1 Corinthians. Terug naar 1 Korinthe. Chapter 1. Hoofdstuk 1. Begin at verse 1. Verse 1. Paul called to be an apostle of Jesus Christ through the will of God and Sosthenes our brother. Paulus, een geroepen apostel van Jezus Christus door de wil van God en Sosthenes de broeder. Unto the church of God which is at Corinth, to them that are sanctified in Christ Jesus, called to be saints, with all that in every place called upon the name of Jesus Christ, our Lord, both theirs and ours. Aan de gemeente van God die te Korinthe is, de geheiligde in Christus Jezus, de geroepen heiligen, met allen die de naam van onze Heer Jezus Christus aanroepen in alle plaats bij de hun en onze Heren. I want you to focus on the statement where the apostle says, called to be saints. Ik wil je aandacht werpen waar de apostel Paulus zegt, de geroepen heiligen. Bible said the Lord have spoken and have called the whole earth from the rising of the sun to the going down thereof. De Heer heeft gesproken en heeft de hele wereld geroepen van het opgang van de zon tot de nedergang van de zon. So if God called us to be saints. Dus als God ons heeft geroepen om heilig te zijn. In order to be a saint, you got to be sanctified. Om een heilige te kunnen zijn, moet je apart gezet worden. To everything in life, sometimes we are set aside for that thing. En alles in dit leven soms worden apart gezet aan dat ding. So God wanted to set us aside for him. Dus God wilt ons apart zetten voor hem. The question is, do you want to be set aside for him? De vraag is, wil jij apart gezet worden voor hem? And if you want to be set aside for God's glory, then God is ready to get the glory out of your life. En als jij klaar bent om apart gezet te worden voor Gods eer, dan is God klaar om het eer te krijgen uit jouw leven. As it stands now, who is getting the glory out of your life? Hoe het er nu voor staat, wie krijgt de eer uit jouw leven? Is God or Satan? Is God het of Satan? Is it God or the devil? Is het God of de duivel? Is it God or is it the street? Is het God of de straat? Is it God or is it the club? Is het God of de club? Is it God or is it your second husband? Is het God of je tweede echtgenoot? Is it God or is it your second wife? Is het God of je tweede vrouw? Did God made you to live like the devil? Heeft God je gemaakt om te leven als de duivel? Look at God's agenda in the beginning when he made man. Kijk naar Gods agenda in het begin toen hij de mens maakte. When God made Adam, Adam was made upright. Toen God Adam had gemaakt, Adam was rechtop gemaakt. Adam didn't live a sinful life. Adam leefde geen zondig leven. Sin did not come into the world until Adam fell. Zonde kwam niet in de wereld totdat Adam viel. When Adam fell, everything went wrong. Toen Adam viel, alles werd verkeerd. And now we are witnessing all around the world the results of Adam's failure. Nu zijn we de hele wereld aan het getuigen van Adams val. People are murdering each other because Adam fell. Mensen trouwen met elkaar vanwege Adams val. Men are marrying men because Adam fell. Mannen trouwen met mannen vanwege Adams val. Women are marrying women because Adam fell. Vrouwen trouwen met vrouwen vanwege Adams
fall. Racism and bigotry is around the world because of Adam's failure. Racisme is in de wereld vanwege het falen van Adam. People are dying without God because of Adam's failure. Mensen sterven zonder God vanwege het falen van Adam. Now, just like Adam's fall brought sin into the world. Net zoals Adams val zonde in de wereld kwam. Jesus came here to take sin out of the world. Jezus kwam om de zonde uit de wereld te nemen. One thing about Christ, he's not forcing his will upon nobody. Eén ding over Christus, hij dwingt zijn wil op niemand. Just like you sin willingly. Net zoals je willend zondigt. Nobody forces you. Niemand dwingt je. You do it voluntarily. Je doet het vrijwillig. God then can force you to serve him. God zal je niet dwingen om hem te dienen. You have to serve God willingly. Je moet God willend dienen. Nobody forced you to do it. Niemand dwingt je om het te doen. Until the Bible says, whosoever will. Wie ook wilt. Let him come. Laat hem komen. That's the way God wants you to come. Dat is hoe God wil dat je komt. He wants you to be willing and obedient. Hij wil dat je willend en gehoorzaam bent. No one have to fight with you to go party. Niemand hoort je met je te vechten om te feesten. No one have to argue with you to get that cigarette. Niemand hoort met jou te discussiëren om die sigaret te roken. No one have to argue with you to live together not married. Niemand hoort met jou te discussiëren om samen te wonen zonder getrouwd te zijn. No one have to argue with that young man to go to the gang banging. Niemand hoort te discussiëren met die jonge man om te gangbangen. When it comes to sin, many of us don't even think twice. Wanneer het aankomt op de zonde, velen van ons denken geen tweede keer na. Why is it we are slow about obeying God? Waarom zijn we zo langzaam met het dienen van God? When it comes to God, we say, well, I'm not ready yet. Wanneer het aankomt op God, zeggen we, ik ben er nog niet klaar voor. When it comes to God, we say, well, I know it's right, but I got to give it some thought. Wanneer het aankomt op God, zeggen we, ik ben er nog niet klaar voor, ik moet er nog wat gedachten aan geven. Look how slow you are when it comes to obeying God. Kijk hoe langzaam je bent als het aankomt op het dienen van God. But when it comes to obeying the devil, maar wanneer het aankomt op het gehoorzamen van de duivel, you'll stay up all night so you don't miss that dance. Je blijft de hele nacht op zodat je die dans niet mist. You just get paid on Friday, you lose your whole check in the striptease club. Je hebt je salaris gehad in vrijdag en zaterdag ben je alles kwijt in de stripclub. Why? Because you love sin. Waarom? Omdat je houdt van de zonde. Think of it. Denk eraan. You either love God or you hate him. Je houdt van God of je haat hem. And you either love Satan or you hate him. Of je houdt van Satan of je haat hem. Judge yourselves, Amsterdam. Oordeel jezelf, Amsterdam. Who do you love? Van wie hou je? If God be God, serve him. Als God God is, dien hem. If the devil be God, serve him. Als de duivel God is, dien hem. You that are watching, who do you love? Jullie die kijken, van wie hou je? If God be God, serve, hallelujah, serve him. Als God God is, dien hem. If the devil be God, serve him. Als de duivel God is, dien hem. Anyone that make it up in their mind to serve God, you've got some surrendering to do. Iedereen die beslist om God te dienen, je hebt wat overgave om te doen. You know, when you join the military, wanneer je aansluit bij het leger, you have to surrender. Moet je jezelf overgeven. When you get ready to go to boot camp, als je klaar bent voor de bootcamp. You ain't going to bootcamp with a ballet shoes on. Je gaat niet naar bootcamp met balletschoenen aan. Not at all. Nee. You're going to have to run through the barbed wire. Je moet rennen door het prikkeldraad. You're going to have to crawl on your belly. Je moet op je buik kruipen. I don't care if you just got your nails done. Het maakt niet uit of je net je nagels hebt the gedaan. The sergeant ain't going to have no mercy on them fancy nails. De sergeant heeft geen genade op die mooie that nagels. That woman want to join the military. Die vrouw die mee wil doen aan het leger. That sergeant say, climb that rope. De sergeant zegt, klim op de touw. She can't tell the sergeant, I just got my nails done. Ze kunnen niet zeggen, ik heb net mijn nagels gedaan. No, sir. Nee, meneer. God tell, that sergeant tell that fella, crawl up under that wire. De sergeant zegt tegen die man, kruip onder het prikkeldraad. He can't tell the sergeant, I just got my uniform pressed. Hij kan niet zeggen tegen de sergeant, ik heb net mijn uniform gestreken. He have to go through that boot camp to be made a good soldier. Hij moet door die bootcamp gaan om een goede krijgsknecht te zijn. Now, if you want to be a corporal, sergeant, whatever he's striving to be. Als je een corporaal of een sergeant of wat je ook wilt zijn, strevend. He can't take no shortcuts. Je kan geen korte weg nemen. He gotta work hard to get things accomplished. Je moet hard werken om iets voor elkaar te krijgen. If you want to escape the flames of hell, als je de vlammen van de hel wilt ontsnappen, there are no shortcuts. Er zijn geen korte wegen. You gotta do it the way Jesus said it must be done. Je moet doen zoals Jezus zei, zoals het gedaan moet worden.
That's what serving God is. Dat is hoe het is om God te dienen. A lifetime of surrendering your will. Een levenslang je eigen wil overgeven. It hurts that man to give up that second wife. Het doet pijn om, voor die man om die tweede vrouw op te But geven. But he got to choose between her and God. Maar hij moet kiezen tussen haar en God. It hurts that man to close down that drug laboratory. Het doet pijn voor die man om die drugslaboratorium te sluiten. Especially when he's making $100,000 a day. Al helemaal als hij $100,000 verdient per dag. But he got to choose between the love for money and the love for God. Maar hij moet kiezen tussen de liefde voor geld of de liefde voor God. Do you hear what I'm telling you? Hoor je wat ik zeg? Let's go back to 1 Corinthians chapter 1, now verse 3. 1 Corinthians 1, verse 3. Grace be unto you and peace from God our Father and from the Lord Jesus Christ. Genade zij u en vrede van God onze Vader en de Heer Jezus Christus. I thank my God always on your behalf for the grace of God which is given me by Jesus Christ. Ik dank mijn God alle tijd over u vanwege de genade van God die u gegeven is in Christus Jezus. That in everything you are enriched by him in all utterance and in all knowledge. Dat gij in alles rijk zijt geworden in hem, in alle reden en alle kennis. That's what I love to see in the people of the earth. Dat is waar ik ervan hou om te zien in de mensen van de aarde. That they become enriched with the knowledge of God. Dat ze rijk worden met de kennis van God. Without the knowledge of God, we don't know how to serve him. Zonder de kennis van God weten we niet hoe we hem moeten hem kunnen dienen. Without the knowledge of God, we don't know how to render to him what he desires from us. Zonder de kennis van God weten we niet hoe we de dingen aan hem moeten geven die hij verdient. This is why teaching is very important. Dit is waarom lering erg belangrijk is. When you get teaching, wanneer je de leer krijgt, then you will know how to render to God's service. Dan weet je hoe je God dienst moet geven. And there's something that you need, brother. All right, whatever keys you need, give him the keys. That's all right. He got the keys, and we got the keys to this book of scripture here. Amen. 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 So just like he need the keys to unlock the car. Net zoals hij de sleutels nodig hebt om de deur open te doen van de auto. You got to have the key of knowledge to unlock the scripture. Je moet de kennis hebben, de sleutel om de geschriften te openen. Are you getting what I'm telling you? Begrijp je wat ik zeg? Once our understanding come open, then we can render to God whatever he wants. Zodra ons verstand open gaat, kunnen we aan God geven wat hij van ons wilt. God make demands out of us. God doet verzoekingen aan ons. Are you listening to what I'm telling you? Luister naar wat ik zeg. Religion tried to present God with this Hollywood version God. Hollywood probeert God af te beelden als een Hollywood God. The Hollywood version never get angry. De Hollywood versie, God wordt nooit kwaad. Always timid. Altijd timide. Always soft. Altijd zacht. Don't hurt nobody. Doet niemand kwaad. Don't punish nobody. Straf niemand. God of heaven, I like that. De God van de hemel is niet zo. The God of heaven loves and he hates. De God van de hemel haat en houdt en hij haat. Most people just say God is love. De meeste mensen zeggen God is liefde. God is more than that. God is meer dan dat. God said Jacob I love and Esau I hate. Jacob heb ik lief gehad, maar Esau heb ik gehaat. He's the same God then, he's the same God now. Hij is dezelfde God toen en dezelfde God nu. God loves and God hates. God houdt en God haat. What is it about you that God hates? Wat is er voor aan jou wat God haat? Sin. Zonde. Everything about us that God hates is sin. Alles aan ons wat God haat is de zonde. And this is why we need the mind of God and the heart of God. En dit is waarom we het verstand en het hart van God nodig hebben. We need the mind of God so our thoughts towards sin is just like his. We moeten het verstand van God nodig hebben, zodat onze gedachten tot de zonde dezelfde zijn die hij heeft. We need the heart of God, so our feelings towards sin is just like his. We hebben het hart van God nodig, zodat onze gevoelens naar de zonde toe dezelfde zijn die God heeft. And this is where the teaching of scripture comes in. En dit is waar het leer van de geschriften ten plaatse komt. It redevelops our mind. Het herontwikkelt ons verstand. And reshape our heart. En het hervormt ons hart. So we can get rid of our carnal mind. Zodat we ons vleeselijk verstand weg kunnen doen. And get rid of our vain heart. En ons ijdele hart weg kunnen doen. So holiness comes to give you a new mind. Dus heiligheid komt om je een nieuw verstand te geven.
And a new heart. And a new heart. A new character. A new karakter. A new way. A nieuwe weg. And get rid of the old mind and the old heart and your old ways. En het wegdoen van je oude hart, oude verstand en je oude wegen. Bible says in 1 Corinthians chapter 1, verse 5. 1 Corinthians 1, verse 5. That in everything ye are enriched by him, in all utterance and in all knowledge. Dat gij in alles rijk zijt geworden in hem, in alle reden en alle kennis. Even as the testimony of Christ was confirmed in you. Gelijk de getuigenis van Christus bevestigd is onder u. So that ye come behind in no gift, waiting for the coming of our Lord Jesus Christ. Also dat het u aan geen gave ontbreekt, verwachtende de openbaring van onze Heer Jezus Christus. Many people say, I'll be glad when Jesus comes. Vele mensen zeggen, ik ben blij als Jezus komt. But what are you going to get out of it? Maar wat krijg jij eruit? Jesus is coming for holy people. Jezus komt terug voor heilige mensen. The Bible speaks plain, blessed and holy is he, blessed and holy is he to have part in the first resurrection, all such the second death have no power. Zalig en heilig is hij die deel heeft aan de eerste opstanding, de tweede dood heeft geen macht aan hen. So then, if Jesus will come now, als Jezus nu komt, would you be saved or will he cast you into hell? Zou je gered worden of werpt hij je in de hel? Look at your life. Kijk naar je leven. Look at how you're living. Kijk naar hoe je leeft. Look at how you think. Kijk naar hoe je denkt. Look at how you feel. Kijk naar hoe je voelt. Are you ready for the coming of the Lord? Ben je klaar voor de komst van de Heer? Do you still have your beer, your wine, your whiskey in your so-called Christian home? Heb je nog steeds bier, wijn en whisky in je zogenaamde christelijke huis? Do you have your cigarettes in your car? You are smoking on your way here. Heb je je sigaret in je auto? Je was rokend onderweg hier naartoe. Did you just make plans to go to your party this weekend, or you did all your partying last week so you can spend some time with us this weekend? Heb je je feest verzet? Heb je afgelopen feest gezet zodat je wat tijd kan besteden met ons? Think of a young man and young woman. Denk eraan, jonge man en jonge vrouw. You ain't discovered no magic water that make you live long. Je hebt geen magisch water ontdekt waardoor je leven lang leeft. You were made for God's glory. Je bent gemaakt voor Gods eer. I don't care how cute you think you are, how your brother if you think you God gift for all women. Maakt niet uit hoe knap je denkt te zijn, broeder, al denk je dat je Gods geschenk bent voor alle vrouwen. One thing you got in common with everybody else. Er is iets wat je gemeen hebt met iedereen. That is death. Dat is de dood. Amen. One thing about death is not prejudice. Eén ding over de dood, het is niet racistisch. And death don't look at your position. En de dood kijkt niet naar je positie. You see, the death angel knocked on Queen Elizabeth's door yesterday. De engel des doods heeft aan de deur geklopt van koningin Elizabeth deze week. The death angel didn't come and say, oh, I made a mistake, I meant to get one of the peasants. De engel des doods komt niet van, ik heb de verkeerde, ik moet naar een van de boeren gaan. Death angel didn't do that. De engel des doods deed dat niet. When the death angel comes for you, wanneer de engel des doods komt voor jou, God make no mistakes. God maakt geen fouten. You're either going to die right or you died wrong. Je sterft juist of je sterft verkeerd. And let us remember. En laat ons onthouden. The amount of money you have don't make you right. Het geld wat je hebt zorgt niet dat je juist zit. The size house you live in, that don't make you right. De grootte van je huis maakt jou niet correct. If you drive a Bentley or Rolls Royce or Ferrari, that don't make you right. Als je een Bentley rijdt of een Rolls Royce of een Ferrari, dat maakt je niet juist. Only thing make you right is when you obey God. Het enige wat jou juist maakt is als je God gehoorzaamt. So if you died tonight, dus als jij nu sterft deze avond, where would you be prepared to go? Waar zou je gereed zijn om te gaan? Think of it, Amsterdam. Denk eraan Amsterdam. If God snatched your breath out of your body tonight, als God je adem uit jouw lichaam grijpt deze avond, how will you be judged? Hoe zou jou geoordeeld worden? According to the life that you're now living. Aan de hand van het leven wat je nu leidt. How would you be judged? Hoe zou je beoordeeld worden?
It doesn't matter if you claim you're a Christian. Het maakt niet uit of je claimt een christen te zijn. And then you die and then they roll your body in some church. En dan sterf je en ze rollen je lichaam in een of andere kerk. And then a preacher tell a lie to your family. En de predikant vertelt een leugen aan je familie. And tell your family, well, Paul's in heaven with his mama. En ze zeggen, nou, Paulus is in de hemel met zijn moeder. He's a liar. Paul ain't in heaven with nobody. Hij is een leugenaar. Paulus is nergens in de hemel. When you die, you don't go to heaven. Wanneer je sterft, je gaat niet naar de hemel. When you die, you go to dust. Wanneer je sterft, je gaat terug naar stof. The Bible says dust go back to dust. De Bijbel zegt stof gaat terug naar stof. And if you die without God, you're gonna cuss the day you ever came from your mother's womb. En als je sterft zonder God, je zal de dag van je geboorte vervloeken. Hear me good now. Hoor me goed. 1 Corinthians chapter 1, begin at verse 6. 1 Corinthians 1, verse 6. Even as the testimony of Christ was confirmed in you. Gelijk de getuigenis van Christus bevestigd is onder u. So that ye become behind in no gift waiting for the coming of our Lord Jesus Christ. Also dat het u aan geen gave ontbreekt, verwachtende de openbaring van onze Heer Jezus Christus. Who shall also confirm you until the end. Welke God u ook zal bevestigen tot het einde toe. That you may be blameless in the day of our Lord Jesus Christ. Om onstraffelijk te zijn in de dag van onze Heer Jezus Christus. Did you not hear what the Apostle Paul said? Hoor je wat net de Apostel Paulus zei? That ye may be blameless. Om onstraffelijk te zijn. You know what be blameless is? Weet je wat onstraffelijk betekent? In order for us to go back with the Lord, we have to be blameless, sinless, no fault, without error. Our lifestyle must measure up to the life example that Jesus left. Om terug te gaan met God moeten we onstraffelijk zijn, perfect, zondeloos, leven leiden naar wat Jezus leed in dit leven. You that are watching, jullie die kijken, clean up your ways. Maak je wegen schoon. Turn, thank God, from your evil way. Keer weg van je kwade wegen. The Bible said, if my people which are called by my name will humble themselves and pray. Indien mijn volk, wat dan mijn naam genoemd is, zich verootmoedigen en bidden. And the Lord says, seek my face. En mijn aangezicht zoeken. And turn from the evil way. En zich bekeren van hun boze wegen. That's what God wants out of you, Amsterdam. Dat is wat God van jou wilt, Amsterdam. God wants you to turn from your evil way. God wil dat je je bekeert van je boze weg. Who? Everybody. Wie? Iedereen. The rulers and the mayors and the governors and the police, everybody. De regeerders, de burgemeesters en de politie, iedereen. The wives, the husbands, the family members, your own cigarette-sucking boyfriend and your beer-drinking girlfriend. De vrouwen, de mannen, de vrienden en je sigaret-rokende jongens en je vriendinnen en je vrienden. You got it? Yeah, I got it. I all right. Horrific. 1 Corinthians chapter 1, begin at verse 9. 1 Corinthians 1, verse 9. God is faithful, by whom ye were called unto the fellowship of his Son, Jesus Christ our Lord. God is getrouw, door welke wij geroepen zijn tot de gemeenschap van zijn Zoon, Jezus Christus onze Heer. So here comes Jesus walking on earth, Son of the living God. Dus hier kwam Jezus, levend op de aarde, Zoon van de levende God. God was manifested in the flesh. God was gemanifesteerd in het vlees. And that flesh was called the Son of the Living God. En dat vlees werd de Zoon van de levende God genoemd. And he left an example of how we should serve the everlasting Father or the eternal Spirit of God. En hij liet een voorbeeld achter zodat we kunnen weten hoe we God kunnen dienen of de eeuwige geest van God kunnen dienen. Coming into the fellowship of his Son Jesus Christ. Komende in de gemeenschap van zijn Zoon Jezus Christus. Meaning how Jesus comes so we can be one with him. Betekende dat zodat Jezus komt, zodat wij één kunnen zijn met hem. Amsterdam, what is your purpose? Amsterdam, wat is jouw doel? Do you want to be one with Christ or one with the devil? Wil je één zijn met Christus of één met de duivel? Most people already one with the devil. De meeste mensen zijn al één met de duivel. Been one with the devil for years. Ze zijn één met de duivel jarenlang. That's why you got that liquor in your mouth, because you're one with the devil. Dat is waarom je die drank in je mond bent. Je bent één met de duivel. Drunken, walking and yelling and all loud all night long. Dronken en luid en schreeuwend hele nacht lang door. Clothes hanging off of you, walking the street half naked, because you're one with the devil. Half naakt door de straat, omdat je één bent met de duivel. Fornicating with everything that got pants on, because you're one with the devil.
ontucht pleegde met alles wat een broek aan heeft, omdat je één met de duivel. He's chasing everything that wears a skirt and that which don't wear a skirt, because he's one with the devil. Hij doet alles met een rok zonder rok, omdat hij één is met de duivel. I know it sounds rough. Ik weet dat het ruig klinkt. I know it sounds tough. Ik weet dat het taai klinkt. But this is your life. Maar dit is jouw leven. I'm just here to tell you the way you are. Ik vertel je alleen de weg hoe je bent. And God has given you the chance to break off from your sins and turn to Him. En God geeft je de tijd om af te breken van je zondes en te keren tot Hem. That goes for you that are watching too. Dat geldt ook voor degenen die kijken. Thank God, every Dutch speaking man and woman on the planet. Elke Nederlands sprekende man en vrouw op deze planeet. The God of heaven, the God of the universe. De God van hemel, de God van het universum. God wants you to repent of your sins. God wil dat je je bekeert van je zondes. Amsterdam, what is repentance? Amsterdam, wat is bekering? Have you ever as a child done wrong? Heb je ooit iets als een kind iets fouts gedaan? And your mother or your father come to chastise you. En je moeder of je vader komt om je te straffen. Oh, you were sorry for the wrong you done. Oh, je hebt spijt van het verkeerde wat je hebt gedaan. You was very, you had a lot of repentance. Je had een hoop berouw. Especially when they beat you. Oh, helemaal als ze je gingen slaan. I know when I was a child, when I just saw the belt, I started repenting. Toen ik een kind was, als ik de riem zag, begon ik mezelf al te bekeren. I put my repentance in early before he even hit me. Ik deed mijn bekering aan voordat ik werd geraakt. You better start repenting now before the flames of hell hit you. Je begint je nu al te bekeren voordat de vlammen van de hel je raakt. You better start getting ready right now. Je kan nu al beter klaar zijn nu. One scripture says, break up your folly ground. Breek af je dwaasheid. Break it up, break it up, break it up. Breek het af, breek het af. Halleluja, halleluja. Glory to God. God wants you to break it up. God wil dat je het afbreekt. Hallelujah. Let's go. When you break up your folly ground, God wants you to make a change here. God wil dat je een verandering maakt. Halleluja. Now when you make a change, you start to surrender your will and you start to hate your will and you pick up God's will. Wanneer je bekeert, begin je eigen wil af te breken en je begint de wil van God op te nemen. And you bear in mind, you can go around here like God don't exist. En je kan hier rondlopen zoals God niet bestaat. But this message that's falling out of my mouth. Maar deze boodschap die uit mijn mond komt. You will never get away from it. Je zal er nooit van ontsnappen. If you die, you won't outrun it. Als je sterft, je zal er niet van ontsnappen. Until the prophet said, if I lay my bed in hell, God is there. Tot de profeet zei, als ik mijn bed leg in de hel, God is if daar. If I go to the uttermost parts of the earth, God is there. Als ik bij de verre plekken van de aarde ga, God is this daar. This message that come from heaven. Deze boodschap die uit de hemel komt. Nobody outruns it. Niemand komt er van weg. Nobody get away from it. Niemand komt er van weg. You're not too cute to obey it. Je bent niet te knap om het te gehoorzamen. And brother, you ain't too tough that you can beat God. En broeder, je bent niet te taai om God te remember, God is not like man. Onthoud, God is niet zoals de mens. When I came up in the hood, we fought each other. Wanneer ik opkwam in de hoed, we vochten met elkaar. And brother, that made the best man win. En totdat de beste man won. These don't work when you come up against God. Deze vuisten werken niet wanneer je tegenkomt met God. Your education don't work when it come up against God. Je educatie werkt niet voor je als je God ontmoet. Your position that you hold in life don't mean nothing when you come up against God. Je positie die je hebt in het leven betekent niks wanneer je God ontmoet. Your bad performance of fornication don't mean nothing when it come up against God, no matter how pleased that man is. Wat je doet in bed en je hoererij betekent niks wanneer je tegenkomt. Wanneer je met God tegenkomt. You bear this in mind, young man and young woman. Je houdt het in gedachten, jonge man en jonge vrouw. Bible says the Lord giveth. De Bijbel zegt de Heer geeft. And the Lord taketh away. En de Heer neemt. In other words, the little breath you have in your body. In andere woorden, het beetje adem wat je hebt in je leven, in je lichaam. You only have that for a while. Je hebt dat maar voor een tijdje. If you rent an apartment or lease an apartment. Als je een appartement huurt of leest. You don't own it. Je bezit het niet. You in there just for a while, then when your lease expires, you gotta get going. Je bent daar voor een tijd en je lease houdt ermee op. Je moet weer weg. The breath that is in your body, you're just borrowing it. Het adem die in je lichaam is, je leent het. Spirit that is in your body is just renting your house. Het geest die in je lichaam is, het is je leent het.
You're not your own. You don't belong to yourself. Je bent niet van jezelf. When the landlord talks, which is God himself. Wanneer de landheer praat, wie God is. And he come for you. En hij komt voor jou. You're coming. Je komt. Doesn't matter where you are. Maakt niet uit waar je bent. Whatever you're doing, he gonna come for you right while you're doing it. Wat je ook doet, hij komt voor je, terwijl je aan het doen bent. Right while that beer is in your hand. Net wanneer dat bier in je hand is. Snatch your breath out your body. God grijpt die adem uit je lichaam. You and that beer hit the floor. Jij en het bier raakt de grond. Right while that woman is on top of you. Net wanneer die vrouw bovenop je is. He stopped your heart. Hij stopt je hart. And the last act you committed is fornication or adultery. En de laatste daad die je hebt verricht is hoererij of overspel. You're lost. Je bent verloren. He gets you right while you got that cigarette in your mouth. Hij grijpt je terwijl je die sigaret in je mond hebt. He snatched your spirit out your body. Hij grijpt die geest uit je lichaam. You and that cigarette fall to the floor. Jij en die sigaret vallen op de vloer. You better make a change now. Je kan maar beter nu een verandering maken. Notice Acts chapter 2. Merk op Handelingen hoofdstuk 2. And verse 38. Vers 38. The word of God says, then Peter and Petrus said unto them, repent. Zeiden tot hen, bekeert u. And be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ. En een ieder van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus. For the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. Tot vergeving der zonden, en gij zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. For the promises unto you and to your children and to all that is afar off, even as many as the Lord our God shall call. Want u komt de belofte toe en uw kinderen en allen die daar verre zijn, zoveel als er de Heere onze God toe roepen zal. God is calling. Thank God for repentance. God roept voor bekering. God wants you to be sorry about the sinful life that you're living. God wil dat je spijt krijgt van het zondige leven wat je aan het leiden bent. You mean to tell me you always want God to do something for you and you don't want God to, you don't want to do nothing for him? Je wilt mij vertellen dat je altijd wil dat God iets voor je doet. Let us understand something. Laten we iets begrijpen. You know, God don't owe us nothing. God is ons niks schuldigs. Amen. God don't owe us anything. God is niks aan ons verschuldigd. We live by God's permission. Wij leven volgens Gods toestemming. We breathe by God's permission. Wij ademen volgens Gods toestemming. We eat by God's permission. We eten volgens Gods toestemming. We have a roof over our head by God's permission. We hebben een dak boven ons hoofd dankzij Gods toestemming. We walk and talk by God's permission. We praten en we wandelen naar Gods toestemming. You owe God everything. Je bent God alles verschuldigd. Repent of your sins. Bekeer je van je zondes. When you repent, you are convicted in your heart for your wrong. Wanneer je bekeert, ben je aangeklaagd in je hart voor je zondes. And you have to get tired of living the life that you're living. En je hoort moe te worden van het leven wat je aan het leiden bent. Have you had any friends that you still see today that you used to hang with as a young teenager? Heb je vrienden deze dag die je ziet waarmee je rondhing toen je een tiener was? And they are still living the same way they are living now as an adult. En ze leven nog steeds hetzelfde leven als toen, maar nu als een volwassene. They still living that same foolish lifestyle with no shame and no change. Ze leven nog steeds die dwale levensstijl zonder verandering en zonder schaamte. Are you going to be the same way? Ben jij dezelfde? Live that same foolish life with no change. Hetzelfde dwaasige leven leiden zonder verandering. Word of God is designed to convict your heart. Het woord van God is gemaakt om je hart te raken. Realize that you need to change now. Repent of your sins. En realiseer dat je nu moet veranderen. Bekeer je van je zondes. Get ready to be baptized in water like the Bible requires. En word gereed om gedoopt te worden zoals het woord het zegt. The Bible never said bow your head and raise your hands and accept Christ as your personal savior. The Bible ain't never said that. De Bijbel zegt nooit buig je hoofd, steek je handen in de lucht en accepteer Jezus als je persoonlijke Heer en Redder. The Bible ain't never said pray a sinner's prayer. Never. De Bijbel zegt niet bid een zondagsgebed, nooit. The Bible ain't never said join the church of your choice. Never. De Bijbel zegt nooit word lid van een kerk naar jouw keus, nooit. The Lord says repent. De Heer zegt bekeert u. He
wants you to make a change and be convicted. Thank God in your heart. Hij wil dat je een verandering wordt en geprikt wordt in je hart. And we baptize every one of you in the name of Jesus Christ. En één ieder van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus. That's how you get your sins washed away. Dat is hoe je zondes worden weggewassen. That you might be on God's side. Zodat je aan Gods kant mag komen staan. Anybody want to obey God and be right today and be baptized the right way? In the name of Jesus Christ, stand on your feet this Friday night if you want it. Iemand die gedoopt wordt in de naam van Jezus Christus, sta op je voeten. Wonderful. All of you that are standing, go to the back there. All of you that are standing, go right to the back. Amen. We thank God for the word of the Lord. We danken God voor het woord van de Heer. Thank God for Brother Roland, my Dutch interpreter, doing a good job here. Thank you, sir. Praise God. Thank Amen. God. Now to you that are watching, you got this to obey. Amen. Jullie die kijken, je hebt dit om te gehoorzamen. God have supplied us that the word of God can come in every language under the sun. God heeft ons gegeven dat het woord van God in elke taal zal komen onder de zon. I want to encourage every Dutch speaking man and woman under the sun, regardless of what language you have this to obey. Repent of your sins. Bekeer u van je zondes, elke Nederlands sprekende man en vrouw. Je hebt dit om te doen. Be baptized in water in the name of Jesus Christ and get your sins washed away. En u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus om je zondes te laten wegwassen. And the Lord promised you. Fill you with the Holy Ghost, which is the Holy Spirit, which is the presence of God within man. En de Heer heeft beloofd om je te vullen met zijn geest, wat Gods aanwezigheid is in de mens. Thank you for listening, brothers and sisters.